Hi, goedenavond allemaal en welkom bij deze gloednieuwe show, de product van de maand show. De maand januari, het allereerste product waar we het over gaan hebben, dat is gel polish. Nou, gel polish is natuurlijk het meest gebruikte product in de salon, het meest verkochte product ook natuurlijk bij ons in de groothandel. En ik denk ook het product waar de mensen het meest enthousiast van worden. Gel polish, superleuk. Ik ga verschillende demo's laten zien, waaronder deze natuurlijk. Prachtige groene kleur. Ik ga je laten zien hoe je die mooi strak op kunt zetten in hele dunne lagen. Maar voordat we daar naartoe gaan, moet ik eerst zeggen, we gaan beginnen. Nou, we gaan het hebben over gel polish natuurlijk. En gel polish is al meer dan 12 jaar onwijs populair bij ons, nagelstylisten, maar natuurlijk ook bij onze klanten. Prachtige, ja, mooie, heldere kleuren, zachte pastels, kleuren met een twinkeling erin, met een mooie shimmer of juist een heftige glitter. Verschillende effecten, nou, je kan het zo gek niet noemen. Of er komt wel weer een nieuwe gel polish collectie uit, dat iedere keer weer iets bijzonders heeft. Nou, er is nog veel te vertellen natuurlijk over gel polish. Laten we eerst eventjes kijken wat gel polish voor Magnetic nou precies inhoudt. Nou ja, we zijn enorm enthousiast natuurlijk over onze gel polish collecties. En dit was gewoon een greep uit de collectie van de prachtige kleuren die we hebben. We beginnen de avond met een normale gel polish applicatie. En daarbij speelt de applicatie dus echt een hoofdrol. Hoe kun je dat nou makkelijker maken? Bijvoorbeeld door het gebruik van de triangle brush. Met dit penseel kun je mooie dunne applicatie doen en strak langs de cuticle lakken. Laten we eerst kijken naar een gel polish aangebracht op Building Base Cover. We beginnen de behandeling natuurlijk altijd met het vetvrij maken van de natuurlijke nagel met prep en wipe. En daarna brengen we een dun laagje softbond primer of gelbond aan. Daarna gaan we verder met het opbouwen van de nagel met Building Base Cover. Het is een bouwgel uit een flesje. Het eerst wordt aangebracht in een hele dunne laag. Oftewel, we noemen het ook wel eens het zwemlaagje, de basislaag of de strijklaag. En je kunt ervoor kiezen om deze laag uit te harden of nat te laten. Op het moment dat je deze laag nat laat, loopt de gel iets sneller. Als je hem uithardt, blijft de volgende applicatie wat beter op zijn plaats staan. Deze applicatie heb ik het over, dat is de tweede. Daarmee wordt de nagelplaat, de volledige nagel, mooi geëgaliseerd. Om de applicatie van de gel polish makkelijker te maken, wordt met een droge wipe de plaklaag van de Building Base Cover afgehaald. Je hoeft geen prep en wipe te gebruiken, een droog wipe is voldoende. Nu gaan we naar deze prachtige gel polish kleur, de kleur Cash. Een hele mooie flessengroen, die eerst neer wordt gelegd op een paper palette. Dan gaan we verder met de triangle brush. De schacht van dit penseel is een driehoek, dus een triangle. Waardoor de vorm van dit penseel eigenlijk heel veel mogelijkheden biedt bij de applicatie. Goed vullen van de haren en daarna kunnen we het puntje van die triangle gebruiken om de gel polish dicht richting de cuticle aan te brengen en in een hele dunne laag. Deze laag hoeft natuurlijk nog niet dekkend te zijn. Je kunt het eigenlijk zien als een grondlaag. En zo weet je zeker dat dit laagje heel dun is en geen uithardingsproblemen kan veroorzaken. Dus heel handig met donkere kleuren of pastels, zwart. Eerst even op deze manier de basis aanbrengen. En de tweede laag gel polish kan dan gewoon eigenlijk herhaald worden.
iets meer volume, iets meer product aan het kwastje. Daarmee brengen we dekking en egaliseren we de nagel nog wat verder. Nou, ik heb gekozen voor Extreme Matte. Deze mooiere, heldere kleur komt heel leuk tot z'n recht als die mat wordt gemaakt. Maar hij is natuurlijk ook glanzend erg mooi. Dus jij mag kiezen wat je zelf mooi vindt. Heel moderne look. Super mooi flessengroen. Ja, ik hou ervan. Ja, prachtige kleur. Ik zou hem het hele jaar doordragen, met gemak natuurlijk. Maar wij zijn wel heel erg gewend bij Magnetic om bepaalde gel polish collecties ook met een seizoen uit te brengen. En een van mijn favoriete collecties is natuurlijk de Winter's Eve. Nou, het maken van een ombre nagel is natuurlijk een van de meest favoriete nagels van jouw klant. Kun jij dit ook? Laat ze een foto zien dat je denkt, wow, dat is wel even pittig. Maar het scheelt onwijs veel op het moment dat je juist de juiste tools in huis hebt. Maar natuurlijk ook dat je voor de juiste kleuren kiest. Met de juiste dekkracht en de juiste consistentie. Dus er is veel over na te denken. Maar het is wel erg belangrijk dat je in ieder geval de juiste tools hebt. Dus daarover ga ik het met jullie hebben in de volgende demonstratie. Pakken deze mooie Burning Orange, echt zo'n kleur die daaruit springt. En die kleur gebruik ik als een basislaag om mee te beginnen. En met deze laag zorg ik ervoor dat ik mooie aansluiting richting de cuticle heb. Dat die mooi dun wordt aangebracht. We krijgen straks natuurlijk nog een kleur die eroverheen gaat. Dus dun aanbrengen, mooi aansluiten. En dan uitharden. Nou, na uitharding gaan we verder met Flaming Fuchsia. En die breng ik aan de bovenkant van de nagel. En ik bedek daar volledig de kleur Burning Orange. Een hele dunne applicatie, niet te dik aanbrengen. En daartegenaan opnieuw de Burning Orange. Deze kleur wordt iets voller aangebracht, waardoor ik echt de juiste dekking krijg. Goed verdelen. Voordat we verder gaan met de ombre techniek. En daarvoor wordt gebruikt de ombre brush. Ongelijke haren. Kleine ruimtes tussen de haren. Die het makkelijker maken om deze techniek toe te passen. Beginnen in het roze. Mengen met het oranje. Steeds meer oranje laten worden. Dus steeds minder roze meetrekken. En vervolgens eindigen in de kleur oranje. Dit doen we van boven naar beneden. En daarna herhalen we deze stap van links naar rechts. Je ziet dat de kleur steeds beter in elkaar overloopt.
We draaien hem nog een keer om en verwerken doen we dit proces ook nog een keer van onder naar boven. En nu wordt de mooie blend, de mooie ombre, wordt steeds duidelijker. Gebruik een beetje alcohol om dit makkelijker te maken aan de haren van je penseel. En er wordt gekozen voor een mooie glanzende afwerking met Supreme Finish of een andere topgel die jouw voorkeur heeft. Ja, prachtig natuurlijk. Heel mooi om te dragen dit natuurlijk in de zomer. Het springt er lekker uit. Al zou ik dit ook het liefst gewoon het hele jaar dragen. Het past overal bij. En ja, deze kleuren kun je een beetje zetten eigenlijk in een pop art collectie. Die lekker bright colors, poppy kleuren. En daarvan hebben we natuurlijk een superleuke commercial die ik even voorbij wilde laten komen. Nou, ik denk dat ik al wat voor wat inspiratie heb kunnen zorgen. Wat je allemaal kunt doen met gel polish. Nou, gel polish is natuurlijk onwijs populair. Dat heb je eigenlijk altijd nodig. En daarvoor moet jij ook gebruik maken, moet, van die 20% korting die wij deze hele maand hebben op de gel polish. Dus het volledige gel polish assortiment. Nou, ik denk dat dat wel de moeite waard is om eventjes je collectie aan te vullen natuurlijk. We hebben ook weer een hele leuke workshop deze maand die daar perfect bij past. Dat is de gel polish cursus van de maand januari. En als je je daarvoor in wil schrijven, ga je natuurlijk eventjes naar de website om daar de inschrijving te voltooien en dan gelijk je spulletjes te shoppen. Nou, we gaan nog meer dingen zien straks natuurlijk, waaronder een ombre met glass gel polish. Supermooi. En een ombre is natuurlijk ook heel mooi om te maken met gel polish, wit en dan bijvoorbeeld een nail plate extender. Wel een beetje lastig, dus als dat nou niet in één keer lukt, hebben we ook altijd nog de Seduction Shears om oneffenheden te verwijderen of de kleur net iets mooier te maken. Dat is allemaal gel polish en allemaal dus te shoppen met die 20%. We gaan lekker verder, want de volgende demo heb ik natuurlijk al een beetje verklapt. Gaan we glass gel polish gebruiken, maar ook de geweldige Cat Eye. Nou, je hebt natuurlijk deze geweldige Cat Eye Top Gel gezien, die Holo Cat Eye Top Gel. Super mooi over verschillende kleuren. Maar in de demonstratie gebruik ik de normale Cat Eye Top Gel. Wat echt super tof is om te gebruiken in combinatie met die glass gels, zoals ik jullie net vertelde. Dus ik denk dat we maar snel moeten gaan kijken wat ik daarmee bedoel. Nou, hier beginnen we met Blackest Black Gel Polish. Een van de best dekkende zwart die bestaat. Naar mijn mening. Als je uithoudingsproblemen hebt, kun je ook altijd proberen om de triangle brush te gebruiken. Want het kan zijn dat jij het nog lastig vindt om dit dun te lakken. Eén laagje is in principe genoeg. En daarna kun je meteen doorgaan met de Cat Eye Top Gel.
en die breng je heel dun aan over het zwart. Dus niet overdrijven, dun aanbrengen, goed verdelen. En dan gaan we door met een magneet natuurlijk. We hebben een ronde kant, kleine ronde kant en een wat langere rechthoekige kant. De ronde kant wordt nu gebruikt, linksonder en rechtsboven, om een swirl te krijgen. Na uitharding ga ik verder met de glass gel polish. Ik meng groen met blauw, de siam met green. Ik ontwikkel daar eigenlijk een hele mooie turquoise kleur. Die ik vervolgens met de perfect polisher ga aanbrengen op de zilveren delen van dit design. Ik kan hem ook over de hele nagel heen lakken, want op het zwart zal de glass gel polish waarschijnlijk wegvallen. Beetje aanbrengen, beetje meespelen. Donkere stukken, lichte stukken. Je kunt daar heel creatief mee zijn. En we maken deze nagel natuurlijk af met Supreme Finish. En als je de blauwe gloed van het UV-filter niet mooi vindt, kun je altijd de True Color Top Gel gebruiken. En het eindresultaat is echt verbluffend. Het lijkt het noorderlicht, het is heel bijzonder en snel te bereiken. Ja, het noorderlicht. Ik wil het ooit nog wel eens in het echt zien. Maar ja, in die tussentijd kan ik hem in ieder geval bij mijn klanten op hun nagels maken. Je kunt natuurlijk spelen met verschillende kleuren cat-eye. En zo maak je eigenlijk het design wat meer van het seizoen waar je in bent. Mooie bruine of rode kleuren zou ook heel tof zijn. Ja, kortom, ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan gaan maken. Vergeet niet dat je de hele maand deze producten kunt shoppen met 20% korting. Mooie korting, gebruik van maken, hartstikke leuk natuurlijk. Je hebt inspiratie gevonden vandaag. En vergeet ook niet, of misschien heb je niet genoeg inspiratie, maar vergeet ook niet als je het leuk vindt, deel te nemen aan de speciale les die is ontwikkeld voor deze maand, de Gel Polish Les. En daar kun je je voor inschrijven natuurlijk via onze website. Via onze website kun je natuurlijk ook lekker shoppen. Dus ga dat doen, ga er lekker van genieten, probeer technieken uit die je hebt gezien. Ik hou jullie in de gaten en ik zie jullie volgende maand. Tot dan, doei doei.